Nou ja, elke keer als ik uh, in Nederland ben, dan probeer ik uh, alle thuiswedstrijden mee te pikken. Zat je als klein jongetje op de tribune altijd? Uh, ik, nou ja, ik uh, ben begonnen met basketbal op mijn achtste. Dus uh, nou ja, vanaf 8-9 jaar uh, zat ik op de tribune. Ja. Ik heb uh, nou ja, Jason, Jason Dursous in het eerste seizoen uh, zo'n beetje gezien. Uh, en dan, Dat dan... is een grootheid in Groningen. Ja, hij is echt zeggen. een grootheid. En dan uh, uiteindelijk speel je samen met hem in het team. Maar wat me wel is echt, echt is opgevallen. Want je weet al, binnen Nederland heeft Donar wel de grootste, echt grootste fanbase. Ja. Er is echt geen club in Nederland die zo gedragen wordt door de supporters, dan Donaar. Gewoon Hoeveel 100%. geld zij al hebben opgehaald en gewoon alles om die club maar te laten bestaan. Ja, ik, ja, ja, nou ja. Die, die hebben wel echt, uh, echt hard voor de club daar. Je ja. hebt heel veel die gewoon ja, die heel veel voor over hebben. En dat is echt mooi, mooi om te zien hoe ze er dan achter gaan staan.